Kijk. Als je kat altijd al een schrijver heeft willen worden. Even laten zien dat hij getikt heeft. Hij heeft getikt. Oh, dat is natuurlijk purren. E4. Nou, dat heb je goed getikt, joh. Kijk, van je buren moet je het hebben. Dan krijgen we zomaar een berg drank, sinaasappels of mandarijnen en een kerstboom. Humor. Oh, er is nog meer. Wat is dat? Een tonnetje wijn. Nou, lekker. Dankjewel, buurman. Overal zie je paasnaamborden op zijn kop. Zijn de boeren die protesteren en die willen dat de burgers weten dat ze protesteren. We zijn op zoek naar de Moulin van Gensac. En dan zie ik in een kerkje een hele oude brievenbus hangen. Zou die nog werken? Zouden daar nog brieven in gegooid worden? Wat schattig. Bij veel dorpen en gehuchtjes zie je dingetjes als dit staan. En dan denk je, wat is dat nu? Een bankje in. Dit is een moderne versie van een bushokje. Had is neergezet voor schoolkinderen. En vroeger waren ze van hout. En aan het begin van zo'n hamootje, zoals daar in de verte, legde de postbode alle brieven erin. En de bakker die maakte daar een depotpen van. Dus dan werd het brood daar gedeponeerd voor de hamoogangers. Ik denk dat het nu niet meer zo is, maar toen wij net in Frankrijk woonden, was dat nog zo. Ik weet niet of ik dit nou wel eens had laten zien, maar op heel veel kruisingen zie je kruisen staan. En dat dateert nog van heel heel vroeger. En dan had je een weg hier, daar ging een weg heen, daar ging een weg heen. En zo rond de middeleeuwen en iets later, als mensen onderweg waren, dan gingen de mensen dood of ze hadden ruzie en dan werden mensen vermoord. En het reisgezelschap begroef dan iemand op een kruising en kon dan zo tegen de familie zeggen, Jantje of Pietje of Jean of Pierre, die ligt daar en daar begraven. En als je vroeger dus onderweg was, en je kwam iemand tegen die bezweken was aan de zijkant van de weg, zonder dat je zijn reisgezelschap was, dan nam je hem dus ook mee naar de volgende kruising. En daar legde je hem neer en dan vertelde je in het volgende dorp. Daar ligt hij dan. En later ging dan de familie of het lichaam herbegraven. En zetten ze een gedenkteken neer. En bijvoorbeeld hier kan je dus zien dat er echt enorme bomen bij hebben gestaan. Nou, die zijn wel zo'n 200 jaar oud, dus ik denk dat dus 200 jaar geleden hier dus inderdaad iemand begraven is geweest. En soms werden het nog kapelletjes en nog weer grotere kapelletjes en kerkies. Kijk, hier ook weer op een kruispunt van meerdere wegen, bij deze blaffende hond, staat ook weer zo'n kruis. En hier weer zo'n kruisje. En dan denk je van... maar één weg. Maar dat is niet waar. Kijk, hier
dit modderpad is ooit een weg geweest. Die is nu weg. De weg is weg. Maar het was wel zo. En ook dit zie je ontzettend veel in Frankrijk. Prachtige oude gebouwen die nog steeds in privébezit zijn. En die gewoon niet meer onderhouden worden. Ooit heeft men wel wat materiaal gekocht en is begonnen. Groot hek eromheen gezet vanwege instortingsgevaar. Het is gewoon over voor zo'n gebouw. Ik vind het zo triest, hè? In bezit genomen de koutjes. Er gaan nog een heel stuk muur daaroverend. Zo jammer, hè? Prachtig is het geweest. Dit is ook grappig om te vertellen, om even uit te leggen. Zie je daar die trap met naar dat deurtje toe? Vroeger, toen de taxe d'habitation, dus dat is de, ja, wat is dat voor belasting? Opstalbelasting. Er was in Frankrijk, als je dan woonruimtes beschikbaar maakte aan de buitenkant via een buitentrap, dus niet binnendoor, dan werden die ruimtes niet meegeteld. Want het werd bij iedere kamer berekend. En die kamers die dan met een buitentrap vast zaten aan je huis, die werden niet meegeteld. Maar dan moest je dus wel in je pyjama vanaf je gezellige tv buiten over je erf, over een koude trap naar boven. Maar dat had men er wel voor over. Als je je heel erg aan het leven vasthoudt en blijft vasthouden en hopen dat je niet valt. Geweldig. En het is groot hoor, die wortelkluit. Zeker wel een meter of 3 in doorsnee. Zou het waar zijn? Er staat een wit autootje met zwaailampen. Komt de Fibre eindelijk naar Marquet? Yay! Ja, we moeten echt hier aan gaan komen. En er staat uit te leggen waar we het graag willen hebben. Daar willen we het graag hebben, meneer. Eigenlijk gewoon gelijk binnen. Maar dat zal een utopie zijn.